in enige vennootskap speel vertrouwen en verhoudingen een groot rol. En ik denk dit is voor ons belangrijk dat ons personeel omgaan en ons klanten begin ken. Het is belangrijk dat ons elkaar op een sociale vlak ontmoet en weet wat gaan achter die persoon aan, achter ons klant. Wie is die persoon achter dit? Ons gaan ons dag geniet samen met ons klanten en personeel en ons directielede. So ons sien uit na een lekker dag wat ons samen met ons klant kan spandeer. Ons moes inkom en registreer. Al ons klant het so een pakkie, present pakkie gekry met een golfhemp en een hoekie by. Dit is ook vir ons belangrijk om te sien wie ons klant is. Jy weet, dat ons met hulle daarna nog steeds kan communiceren. Ons het so 10 uur afgeslaan, baie lekkere omstandighede gehad. Nou die laatste 3 of 4 pijtjes is hier wind wat een beetje lastig is. Maar verder is het een baie lekker dag. Die verste slaan is, sy bal word gebruikt, die beste bal. Nie altyd die verste bal nie, maar die beste bal. 4 ouwens speel af vanaf, en af vanaf tel die 2 beste ouwens tellings op die ouwens vir die dag. So, is een lekker formaat, is een lekker sociale formaat en ons geniet het. Ons is van Grans af, van bemarking. Ons is hier om die golfers te ondersteun. Ons bied lekker sosaties aan. En ons bied een grapje of 2 ook. Nie die beste is nie, maar is daar. En is koelte, met een volkiekie. Persoonlijke contact is die succesrecept op die stadium vir bezigheid in die toekomst. Omdat alles onpersoonlijk is, wil mensen persoonlijke contact hee en dat is belangrijk. Een dag vandaag breng je mekaar, je gesels met die ander ouwens in. Allemaal is in diezelfde sector binnen die landbouwbedrijf en maak dat ons lekker kan keien. So ons praat met elkaar moeten op jou en keien ons lekker en ons speel lekker golf. Dus op jou en die langste waar het gaat. Die einde van die avond is daar ook kostprijsuitdeling, wat ons dan ook die bietjie vergoed vir wat goeie golf gespeel het, die ander verdeelname.